Want ze weten dat wij hier in Arkel een prachtige speeltuin hebben. Ik vraag even aan iedereen of ze er klaar voor zijn. Etienne, ben je er klaar voor? Ja? Zijn jullie er klaar voor? Dat konden ze niet horen in Gorinchem. Zijn jullie er klaar voor? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Even wachten, even wachten. Dat kan veel harder. 5, 4, 3, 2, 1. Laat ze maar los. Ja, en zwaai nog even naar je ballon. Zwaaien, 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 zwaaien. Ja, 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 daar gaan ze hoor. Ja, en er gaat er nog eentje achteraan. Ja, en nou is het daar het moment gekomen dat het hele belangrijke gaat gebeuren. We hebben hier de wethouder. Wethouder Akkerman, en die gaat de speeltuin officieel openen. En ik wil graag het woord aan hem geven. Alles is al gezet. Oh my god. Microfoon erop. Mag ik vasthouden? Dat zou niet goed zijn. Om jullie te vertellen waarom een speeltuin in het dorp zo belangrijk is. Dan kunnen jullie kinderen natuurlijk buiten spelen, heel veel bewegen en andere kinderen spelen. En dat is een beetje de kleine en daarom heel erg aan de speeltuin in het dorp. Maar zo werkt dat hier natuurlijk allemaal niet. Hier in Arkel dachten wij als gemeente van wij gaan wel zorgen dat er hier een mooie speeltuin komt. Maar toen kregen we eigenlijk bijna een beetje ruzie met de mensen die hier wonen. Ja, dat ging best nog wel fatsoenlijk hoor. Maar ze waren het echt niet met ons eens. En toen dacht ik hier in Arkel, weet je wat? Wij zullen die gemeente wel eens laten zien wat een speeltuin is. En wat wij hier in Arkel willen. En kijk eens wat het geworden is. Vinden jullie het mooi? Ja! Nou, dat dacht ik toch ook. Het is een prachtige speeltuin geworden. Die kunnen die kunnen trots zijn. Maar jullie kunnen natuurlijk vooral met z'n allen zelf trots zijn. Want Arkel heeft dit gemaakt. Arkel heeft het uitgedacht. En dit is dus echt de speeltuin van de mensen die hier omheen wonen. En daarom is het hier in Arkel zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk voor Arkel. Het is niet alleen een speeltuin. Het is een speeltuin van iedereen, waar ze ook vooral elkaar kunnen ontmoeten. En daar is natuurlijk een groep mensen heel belangrijk voor geweest. Die namen heb ik maar even opgeschreven. Vroeger was dat ook zo. Want Sander Pabeen staat hiernaast. Die kan ik natuurlijk niet vergeten. Maar er zijn er nog een paar. Mariske Kouwenhoven. Fred van der Laan. Dat zagen we ook al. Daphne van Zandvoort. Xander van Hees, Jolande Zijdenveld, Rini Blokhuis. Dat is toch de speeltuincommissie die heel veel heeft gedaan. Allerlei activiteiten georganiseerd, sponsors bij elkaar geroepen. Ik wou die mensen toch danken voor hun inzet, hun enthousiasme, het organisatietalent. Zullen wij die mensen daar een heel groot applaus voor geven? Applaus! Want met dat soort mensen komen de dingen toch voor elkaar. Ik wou hier niet de opening gaan doen, maar we hebben natuurlijk wel met z'n allen een prachtige speeltuin. En zo'n speeltuin verdient natuurlijk wel een mooie naam. Die weten we nog niet, maar ook die is in Arkel bedacht. Ewout Klinkpark. En die is gewonnen door Tom er ook. Is die er ook? Waar is Tom? Komt hij aan? Tom er ook.
Welkom. Ik heb begrepen, wij samen. Zullen wij nu de boek eraf halen? Kunnen wij dit spannend? Wat staat hier? Arkelaar. En dat is natuurlijk heel duidelijk. Dat hoort bij Arkel. Ik vind het helemaal naar bedacht. En ik denk dat dit waardig is bij deze speeltuin. Proficiat. Complimenten. De speeltuin heeft een naam. En ik denk daarmee geopend. En ik heb iedereen gezien met een glaasje. Ik denk dat dit een moment is. Om te toosten op de jullie speeltuin. Proost. De speeltijd is geopend en ik wens je heel veel plezier. En ik wens je heel veel ontmoetingen met deze prachtige week. Ja, bedankt wethouder Akkerman voor deze prachtige opening. Prachtige naam, bedacht door Tom. We hebben nog een aantal mensen en organisaties en bedrijven die we extra moeten bedanken. Heb je goed gedaan, jongeman? Het is niet mogelijk om jullie te